Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik heb iets leuks voor jullie. Het is namelijk nu de Kindermuziekweek en dan hebben ze me gevraagd of ik daar ambassadeur van wilde worden. Nou, dat doe ik natuurlijk, want dat vind ik super gaaf. Maar daarom mag ik jullie ook een challenge vertellen. Het is nu een tijd waarbij jullie niet naar je opa en oma kunt of naar die leuke oudere oom of tante of naar de buurvrouw of buurman. Dat wordt nu even moeilijk, dus dat gaat helaas niet. Maar we kunnen natuurlijk wel iets leuks doen. We kunnen een filmpje maken waarin we een liedje voor ze zingen. Hè? Of met een instrumentje erbij. Of misschien ga je een dansje erbij doen. Je trekt misschien wat leuks of geks aan. En het zou natuurlijk helemaal leuk zijn als je erbij zegt hoe lief je ze vindt. En dat je ze een beetje mist en hoopt weer snel te zien. Dus maak een leuk filmpje, stuur het naar ze op. En dat filmpje kun je ook sturen naar de Kindermuziekweek. Want dan kun je een prijs winnen. En morgenmiddag is de uitreiking van de prijs. Maar het belangrijkste is natuurlijk een mooi filmpje voor die lieve mensen. En ik heb ook een liedje gemaakt voor mijn opa en oma. Zullen we dat even zingen? Oké. Ik heb de allerliefste opa. Ik heb de allerliefste oma. Met hen ga ik graag spelen. Ik zal me daar niet vervelen. Ik heb daar heel veel pret. Ja, vooral als mijn opa speelt op de trompet. Ja. Nou, ik zou zeggen, pak die challenge aan. Maak een leuk en lief filmpje. Stuur het naar je opa en oma, de buurvrouw, de buurman, die leuke oom of tante. En stuur het naar de Kindermuziekweek, daar kan je nog een prijs winnen. Nou, doe je best en maak er wat leuks van, hè. Tot ziens, dag!